Zo, sorry. Hallo allemaal. Zoals vanmorgen aangegeven, ik wist nog niet wat ik ging maken. Weet ik nu wel. Maar wat? Gaan we zo zien. Ik ga in ieder geval deze set gebruiken, de Sweet Strawberry, met een bijbehorende pons. Ik zie dat het niet heel licht is. Even zo. Kijken of het zo beter is. Er zit iets vertraging in. Hi Jenny, leuk dat je er bent. Ik heb de kaart die ik nu ga doen, heb ik ook gedaan, maar dan met de andere, met de Berry Blessings uit de Celebration. Hij wordt ongeveer zo, maar toch weer net even anders. En dat is deze. Hij lijkt er een beetje op, maar toch ook weer niet. Dus ik ga gewoon beginnen en gaan zien wat we er van gaan maken. De kleurtjes die ik vandaag ga gebruiken is Poppy Parade, Basic Black en Whisper White. Whisper White gaat veranderen, dat wordt Basic White. Dus... Maar ze lijken redelijk op elkaar. Ik ga beginnen met snijden. De basiskaart die wordt in Poppy Parade. En dat wordt een slimline kaart. Dus die heeft andere maten. Hi Petra. En we gaan snijden 21, 18. Nou, dit is 21, dus daar hoef ik niks aan te doen. We nu die van 18 snijden. Die ga ik rillen op 9. Zal ik zo even verder doen. Dan, hi Patrice. Dan ga ik een bevaste mat voor de binnenkant snijden. Die wordt 20,5 bij 8,5. Dat is die. En voor de buitenkant een mat met zwart. 20,5, 8,5. Even kijken of die zo'n 20,5 is. Nee. Zijn er ook 20,5, 8,5. Want zwart, die komt zo aan de buitenkant. Maar daar ga ik nog wel mee doen. Ik zie dat ik niet te veel moet wibbelen, want mijn arkon staat niet helemaal stabiel. Ik ben een beetje aan het verbouwen in de kamer. Ik merk dat hij niet helemaal scherp focust in de camera. Nou, dan ga ik strookjes snijden van een halve centimeter. Dat doe ik aan deze kant van mijn snijmachine. Omdat je dan hier meer grip hebt op je papier. Dus een half centimeter staat hier ook precies aangegeven. Daar wil ik er 4 van hebben. Maar eigenlijk 3 kan wel, want die ene kan wel door midden. Zo. Die doen we even doormidden. Dat is 10,5 dan. Zo. Dan doe ik alvast even een strookje. Hi Ellie. Whisper White zo voor de aardbeien die we gaan stempelen. Dat vind ik makkelijker op een strookje omdat we met een pons werken. Dan leg ik de slijmmachine even aan de kant. Deze. Hier ga ik deze strookjes
Die ga ik als een soort raster langs de lijnen plakken. Zo, ongeveer. Dat ga ik helemaal uitmeten natuurlijk. Dan heb je een mooi kader op je mat zitten. Leek me wel heel gaaf. Ik heb dat ergens gezien bij een demo. Ik ga even toch dit vel weghalen. Dat werkt net niet makkelijk. Zo. Ik gebruik altijd de boven- en de andere kant. Maar het is nu handiger. Nu kan ik mooi die lijnen op mijn griffpapier aanhouden om te plakken. Echt super. Die was bijna leeg. Even. Deze. Een volle pakken. Ik ga beginnen met de langste. Dat doe ik gewoon met de lijm. Met een vloeibare lijm. Met de Tombow dus. Zo. Lekker nu al lijm aan mijn vingers. Yay! Ik draai hem even om. Dat vind ik handiger, denk ik. Ik maak gebruik van de lijntjes die op het papier zitten. Zo plakken we eigenlijk altijd. Als je hem recht legt in ieder geval. Recht. Zo. Dan die eronder. Doe ik ook weer. Op een blokje, dus een half centimeter is dat. Even opletten zo, want ik heb nu hier vastgeplakt, zie ik. Dat daar dus lijm zit. Gaan we nu de boven- en onderkant doen. Dus ik draai maar even een kwartslag. Ik vind het gewoon handig plakken. Zo. Nou, dan pakken we de kleintjes. De andere kant ga ik zo nog niet plakken. Want ik ga eerst stempelen en embossen. Anders dan lukt dat niet. Dat zit ik nu weer net te bedenken. Ik denk, oh, dat kan ik wel even in een bos doen. Maar dan moet ik wel eerst dat doen voordat ik het lijntje opplak. Want anders kan je niet mooi stempelen meer. De randjes, die knippen we met de schaar weg. Blijft een beetje donker, zie ik. Ik heb alles verbouwd. Dus mijn lamp staat aan de andere kant. En die moet nog even de goede plek vinden om mijn werk goed te belichten. Dus ik zal tussendoor elke keer even kijken en hem schuiven. Ik pak even een beetje babypoeder. Om het papier niet meer statisch te maken. Ik doe dat gewoon met een kwastje. Zo blijft straks mijn embosspoeder niet overal zitten. En nu ruikt het hier lekker naar Zwitserland. Oh, heerlijk. Even mijn Versamark. De witte. En potspoeder.
Waar heb ik die? Hier. Ik heb voor de tekst gekozen. Happy birthday, you sweet thing. Dan gaan we die even niet te hard. Want anders gaan we wiebelen. Nou, gaan we op het oog recht stempelen. Altijd spannend. Hij zit er niet recht op, had ik al gezien. Maar goed, ook daar. Ik maak eigenlijk heel veel gebruik van mijn lijntjes op mijn gridpapier. Om recht te stempelen. Zo. Dan. Een bospoeder. Een lepel. Dus deksel erop heen, want anders had ik nu overal embosspoeder. Ik zie dat die aan de randjes waar ik de dingen al had geplakt, wat embosspoeder laat zitten. Daar hebben we een kwastje voor. Okay. Dan gaan we hem even verhitten. Dus ik ga even lamaai maken. Ik heb nog niet een mooie hiertoe van Stampin' Up, dus nog een andere. Maar ik vind het zonde om al één aan te schaffen terwijl deze het nog doet. Dus dit is een niet-stamping-up dingetje. Om het papier weer maar recht, enigszins recht te krijgen. En zo. En nu is die helemaal leuk. Zo. En dan gaan we nu het laatste witte strookje even op plakken. Zo. Zo, een dag dat ik alleen maar lijm aan mijn vingers heb. Ik had vanmorgen ook al een kaartje gemaakt, maar ook allemaal lijm. Soms heb je van die dagen, je grijpt alleen maar in de lijm. Even recht leggen. Zo. Die knippen we ook af. Zo. Dan gaan we met de aardbeien aan de gang. Ik wil graag deze ga even daarboven. Vijf aardbeien. Ik ga de omtrek doe ik met Memento, met zwart. En ik ga hem dan invullen met de invulstempel. Oh, even een kat uit mijn been halen. Ja, dank je. Die doe ik met Poppy Parade. De mooie rode kleur. Dan gaan we de kroontjes nog doen. Die doe ik ook de omtrek met zwart. En de groene pakken we de Shaded Spruce. Deze die gaan we ook stempelen. En die gaan we inkleuren met de blends. En die moeten we helaas knippen. Dus ik heb al even wat voorwerk gedaan. Want ik wou hem drie keer hebben. Dus die heb ik al even gestempeld en ingekleurd met de blends. En daar heb ik voor gebruikt
De dark shaded spruce, de light shaded spruce, de daffodil delight, de lichte en dark petal pink. Maar straks aan de binnenkant wil ik die ook nog stempelen, dus komt goed. Het blenden gaan we nog zien. Dat zal blokken. Dus ga ik eerst de aardbei doen. Mooi een beetje aan de rand. Dat is makkelijk met straks het uitstansen of het uitponsen. Doe er 6, want ik wil er ook eentje. Hij doet het niet meer, zegt Petra. Nou, hij loopt hier ook nog gewoon. Dus ik denk dat het bij jou ligt, Petra. En hier één. Dan ga ik meteen even door met het zwart. Dan hoeven we... maar één keer... de zwart open te hebben. Dus ik pak straks op de binnenkant even. Dus iemand ook 6 keer hebben. 3, 4, 6. Oh, fijn, Ellie, dat je even een reactie geeft dat hij het nog wel doet bij jou. Voor de binnenkant wou ik die leuker doen. Dus die stempelen we ook vast. En de bovenkant vind ik wel leuk. Dat is een beetje een aardbei hangt natuurlijk altijd. Dat zo. Dan leg ik die weer even aan de kant. Dan doen we straks even verder. Oh, je bent opnieuw ingelogd, zie ik al. Super. Dan doet hij het nu wel weer gewoon, hoop ik. Dit is altijd een beetje mikken. Zo, nog 1. Dan de blaadjes. Die delen we met shaded spruce. Ik vind het een hele leuke set dit. Ik heb hem dan ook nog, ja, nog niet heel lang. Het is de eerste kaart die ik ermee maak. Dus mijn stempels waren nog heel mooi schoon. Maar ja, nu niet meer. Want we hebben ook met rood gestempeld. Dus die zijn mooi rood nu. Maar goed, ik vind het zonde om een stempelset niet te gebruiken. Zie je wel eens voorbij komen. Dan denk ik, oh zonde, die is nog helemaal niet gebruikt. Dat vind ik gewoon echt zonde. Ik ga even de blaadjes losknippen. Dan kunnen we die niet ongeluk wel stansen.
Zo. Nou, dan gewoon de pons. Moet zo net anders doen. Zo. Ja, dan gaan we. Lekker schieten. Ik zie wel dat ik eentje al heel dicht op die ander had gestempeld. Die heeft een hapje eruit. Nou ja, en is een. Die ook. Oh, wat erg. Ze hebben hapjes eruit. Nou, die moet even opnieuw deze. En ik zit er meteen te stoeien met mijn papier. Wat zonde. Nee. Nog Whisper White om te zetten. Die ook. Dus dat is twee opnieuw. Zoals hier maar ook bij. Nee, ik wil geen rotte aardbeien, Petra. Ook bij mij gaat het wel eens mis. Of niet zoals ik het wil. Hop, die moet toch opnieuw. Ik dacht nog, ik doe het net precies goed uit elkaar. Helaas, toch niet. Dus, twee aardbeien moest ik opnieuw. Ik vind dit echt niet leuk. En hij is weer een vogeltje aangegeten. Ja, dat kan ook nog even. Ja, nee. En ik word helemaal, ja, daar is hij weer. Gewoon af en toe even zwaaien naar mijn camera. Heb ik al door. Dus twee opnieuw. Even een stukje Whisper White. Gelukkig hebben we dat op voorraad. Dus weer even twee keer de omvang stempelen. Iets uit elkaar nu. En de Poppy Parade. Om hem in te kleuren. Snelle manier van kleuren. Yay! Dat het zo dan goed gaat met die blaadjes. Dus kunnen we die ook opnieuw doen. Maar als het nu misgaat, weet ik dat het voor de volgende keer. Ik heb gewoon een te wiebelig bureau, denk ik. Ik word er niet goed van. Ik ga mijn oude camera ook even opzoeken vanmiddag. Mijn oude telefoon. Kijken of het daar gewoon even filmen. Kijken of het daar beter mee gaat. Want dit is echt niet tof. Een duur apparaat gekocht. Maar blijft haastig, zie ik. Nee, tijger, je kan niet op schoot. Straks. Ik denk dat deze elke keer net goed gaan. Nee, uit mijn benen. Sorry, de kat. Die wil even heel erg veel aandacht. Hij heeft net liggen slapen natuurlijk. Dacht ik al, oh jee. Maar hangt elke keer mijn benen. Daar word ik niet heel erg blij van. Ja, dit is gewoon niet tof. Komt echt gewoon door dwiebelen. Niet meer tegen mijn bureau aan. Niks op het bureau leggen.
Ja, ze zijn scherp voor een paar minuten. Oké. Nou, dit is een klein stukje. Auw, tijger. Ik vind je niet zo lief nu. Nog eentje. Daar gaan we even 6 kroontjes uitzoeken. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Nou, helder ben ik wel, Petra, maar. Hij wil mengen. Zo, dan pakken we de zwarte erbij. Ga ik eerst de mooie bloesemtakken even opplakken. En natuurlijk de bel. Sorry, daar was ik weer. Daar kwamen wat pakketjes binnen. En die zo. Ja, helemaal leuk. Deze ga ik gewoon met lijm opplakken. Ze komen ook altijd aan de deur als je. In ieder geval is het nu al bij mij de tweede keer dat ik tijdens een live dat ze aan de deur komen. Het was altijd normaal rond 12:30 hier zijn. Maar meestal ben ik net te laat als ik gewerkt heb, zeg maar. En nu zijn ze later, tuurlijk. Dat is altijd zo, hè? Het is opgelost. Dat snap ik beter wat je met beeld bedoelt. Ben je ook maar aan het plagen? Zo. Oh. En die. Ik denk dat ik die even met glue dots ga doen. Een beetje meer hoogte. Te creëren. Wat mag ik niet, Petra? Je plagen? Ik doe 2 gluedotjes op elkaar, zodat er iets meer hoogte is. Zo. Ja, superleuk. De aardbeien. Even kijken. Ik
denk dat ik eerst even de kroontjes erop ga plakken. En dan kan ik wat makkelijker bepalen waar ik ze wil hebben. Okay, alleen de onderste twee blaadjes een beetje lijn. Ik heb net natuurlijk twee pakketjes binnengekregen. Twee zelfs, ja ja. Eentje voor mij en eentje voor mijn man. En in die van mij zit een nieuwe smartwatch. Ja ja. Ik had al een smartwatch, maar ja. Dat is gewoon een goedkoop dingetje, laten we maar zeggen, van Amazon, om te kijken of ik het wel wat vond. Ik vond het zonde om heel veel geld uit te geven. Want ik ben eigenlijk niet zo'n horlogedrager. En nu ben ik hem, heb ik hem ook niet om. Maar voor mijn werk is het wel heel erg prettig. Omdat ik natuurlijk, ik sta op een broodafdeling, broodvleeswarenafdeling. En dan, ja, je telefoon ligt niet naast je. Want je bent constant aan het bewegen en aan het lopen. Dus als ik dan een berichtje krijg van een collega en die zich ziek meldt of wat dan ook. Dan zag ik die vaak pas laat. En dat was gewoon niet heel erg handig. Dus dan is zo'n smartwatch echt ideaal. En in de periode dat ik onder behandeling stond in Nijmegen was het ook heel handig. Want dan belden ze altijd. En dan precies op de momenten natuurlijk dat ik gewoon aan het werk was. En dan merk je gewoon dat je gebeld wordt. Anders had je elke keer gemist oproepen. Want ik vond het ook weer wat om je beltoon, je ringtoon, je telefoon, het geluid vol aan te hebben staan. Dus die had ik dan gewoon uit. En dan voelde ik aan mijn pols dat ik gebeld werd. Super handig. Dus, maar nu heb ik een nieuwe. Een hele mooie vind ik zelf. Dus even kijken, niet over de bloesem. Dat vind ik zonde. Klein stukje vind ik niet erg. Zo. Even een beetje losbuiten. Dan kan ik de erbij zo eronder doen. Ja, ik vond hem ook wel heel erg leuk toen ik hem zag, Petra. Dus vandaar. Ik heb het ideetje van de Stampin' Up! Site zelf. Ik weet zo niet meer hoe ze heet. Een dame die hem ook gemaakt heeft, zoiets. Alleen zij had een gewone normale kaart, niet een slimline. Maar ik vond juist een slimline wel leuk, omdat je dan echt dat hangende effect vond ik van de aardbeien nog mooier kan laten zien. De aardbeien hangen tenslotte altijd. Ik vind het ook zo lekker vrolijk rood. Heerlijk. Zeg, wij halen altijd onze aardbeien bij een kalter. Kalter aardbeien, een kassier in IJsselmuiden. Oh, die zijn zo lekker. We hebben gewoon een boerderijwinkeltje erbij. Oh, heerlijk. Is voor kinderen trouwens ook super leuk om daarheen te gaan. Het zit, ik weet niet trouwens of het nu los is hoor, met de corona. Maar daar zit een hele leuke, gewoon, je kan zelf de aardbeien plukken.
voor een bepaald bedrag. Echt super leuk. Er staan natuurlijk ook gewoon nogal geplukt in bakjes klaar hoor. Maar er zit ook gewoon een leuke kleine binnenspeeltuin bij. Ik doe er ook even een paar met gloedeltjes, zodat ze weer even net wat hoger liggen. Maar dat is echt super leuk. Die aardbeien zijn echt heerlijk. Zo ook bij ons hier met de gedachte Albert Heijn. Hier hebben ze een samenwerking, dus daar kunnen we ze ook kopen. Maar ik vind het veel leuker om naar de kast te gaan. Nou, dit is de voorkant. Dus die kan erop. Ik zal hem nog even aanzetten met mijn vouwbeen. Heel voorzichtig, zonder dat mijn standaard gaat wiebelen. Dan kan die erop. Een lekker fruitig kaartje. Zo. Nu is alleen nog de binnenkant. Die moeten we eerst nog even kleuren. Ik begin met Dark Shaded Spruce. Dan ga ik eerst de nerven van het blad even een beetje aanzetten. Ik zal niet proberen te hard te wiebelen, want dan wordt mijn beeld weer wazig. Ik moet er echt even wat op gaan bedenken. Gewoon echt een wiebelbureau. Ja, nu een heel nieuw bureau neer te gaan zetten. Vind ik ook wat. Ik ga dus even over nadenken hoe ik hem heel stabiel neer kan zetten. En nu pak ik de lichte shaded spruce en daar ga ik... er overheen. Zo mengt hij de donkere mooi mee. Spelen met kleuren. Ik vind kleuren heerlijk. Ik heb ook wel een paar van die kleurboeken voor volwassenen. Heerlijk. Dat doe ik vaak als ik op vakantie ben of zo. Dan neem ik vaak wel iets mee. Waardoor je gewoon heerlijk even ontspannen kan kleuren. Mijn man is echt fan van Netflix. Dus die zit dan gewoon lekker filmpjes, serie, documentaire, kijkt hij veel te kijken. En ik ben dan gewoon lekker aan het kleuren. Als we niet erop uit zijn natuurlijk, want dat doen we het meest. We hebben... in de week van 22 maart gaan wij nog even lekker weg. Een weekje. Een midweekje. Zomaar spontaan kwamen we een mooie aanbieding tegen. Dus we gaan nog even lekker weg. Dan pak ik de Petal Pink. En daar doen we de bloemetjes even mee kleuren. Of ik dan live kom die week, dat weet ik nog niet helemaal. Misschien neem ik het wel mee. Misschien niet, maar dat laat ik nog wel weten via het boek. Ja, ik heb nog een aardbei over, dus die kan er nog leuk bij. Maar dat
Dat is leuk, hè? Puzzelen met papier. Ja. En die plakken we gewoon op met lijm. Zo. Dan heb je nog genoeg plaats om wat te schrijven. De blends die drukken door, dus zorg altijd dat je dit, als je dit doet op Whisper White, dat je hem altijd nog even opplakt, want anders ja, ziet het er niet zo mooi uit als, het, als je het gewoon op een enkele kaart doet. Dus werk dan altijd even met een mat. In ieder geval, ik vind het er niet uitzien. Als je het zelf niet erg vindt, moet je het natuurlijk zelf weten. Maar ik vind het minder netjes. En die erin. Zo. En dat was hem voor vandaag. Oh, een stukje. Hij blijft niet zo mooi open, dicht. Dat was deze. En dan deze. Oh, ik heb nog hartjes. Dat is leuk. Van die... nog niet klaar. Die ga ik erbij doen. Dat vind ik leuk. Ja. Die schattige hartjes. Oh, dat is echt super. Wow. Ik vind hartjes leuk. Oh. Ja, oh. En nu is ze echt helemaal af. Leuk, ja. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik ga hem weer uploaden naar mijn YouTube kanaal. En dan tot volgende week, zou ik zeggen. Doei!